Welkom bij mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van de moestuin laat ze u zien hoe zij haar bonen doet voorkiemen en vervolgens buiten uitpoten. Vandaag ga ik mijn stamslabonen poten. Of voorkiemen, zo moet ik zeggen, want wij zijn nog niet poten. Dat doe ik als het half mei is geweest, de ijsheiligen weg zijn. Dit is de stamslaboon Maxi, dat is een groene. En dit is de Golden Tipi. En die geeft gele bonen. Die wordt ook wel bekend als boterboontjes. Ze komen aan de struik te zitten. Deze heeft bruine bonen, deze heeft witte bonen. Ik zal ze even laten zien. Dit zijn dus de vruchten van de groene boon. Oh, sorry. Het zijn bruine boontjes. En die geven groene peulvruchten. En de Golden Tipi, de gele, oftewel de boterboon. Daar heb ik vorig jaar al wat van. En dat zijn dus witte boontjes die erin zitten in een gele vrucht. Dat zijn stamslaboontjes. Dat wil dus zeggen dat ze een struikje wordt. En aan die struik komen dus de boontjes te liggen. Dus, want dat soort struikjes zijn dat en daar zouden deze boontjes, zowel de Golden Tipi als deze Maxi, zouden boven het struikje moeten komen hangen. Naar mijn ervaring dat het niet helemaal het geval is. Ze komen wel aan een lange steel te hangen. Ze zijn op zich makkelijk vinden. Maar echt mooi, als ze hier afgebeeld zijn, zijn ze bij mij nog niet geweest. Om ze voor te kiemen gebruik ik gewoon drie velletjes keukenpapier. Die leg ik er een beetje kruislinks op. Dan ga ik het nat maken. Dan ga ik gewoon goed nat. Daar komen dadelijk mijn boontjes op te liggen. Ik doe ze voorkiemen omdat andere jaren heb ik mijn ervaring. Dus als ik ze gewoon in de grond poot, dat de helft niet opkomt of meer. Dus dat is best frustrerend. Daar heb ik de laatste jaren eigenlijk al ze gewoon voor te kiemen. Daarvoor pak ik gewoon een aantal boontjes. En die ga ik zo op een rijtje neerleggen. Er zit wat enige afstand tussen de boontjes. Die afstand hebben ze nodig, want ze zwellen op, ze worden een stuk groter als dat ze nou zijn. En dan moet, als ze opgevallen zijn, dan gaan ze, als het goed is, een worteltje vormen. En dat worteltje komt dan daar op het ovale vlakje. Ik zal het dichterbij laten zien. Komt die het worteltje uit. Dus als je de een boon heb, normaal gesproken. Even kijken, waar is mijn boon? Zie je wat ik doe? Dat is mijn boon. Oh, hier is mijn boon. Dan zie je daar, zo, zie je een vlekje zitten, zeg maar. En daar komt de wortel uit tevoorschijn. Dus. Die leg ik gewoon op zijn zij. Op het bordje. En dan zuigen ze zich in eerste instantie dus vol, dus dan gaan ze zwellen. En daarna gaan ze dus, als het goed is, ontkiemen. Ja, mijn ervaring is dat er behoorlijk wat uitval vaak bij zit. Vandaar dat ik ze ook voorkiem, zodat ik niet allemaal lege gaten heb. Maar dat ik degene die dus gekiemd zijn, waar dus een wortel aan begint te komen, die ga ik in de grond poten. En als ik ze vroeger in het voorjaar heb, dat ik zeg van nou, duur nog eventjes. Dan zet ik ze in een potje, dan laat ik ze alvast verder groeien en zet ik de plant over naar buiten. Nou, zover ben ik dit jaar helaas niet gekomen, dus het is nu al mei. Geen mei nog wel, maar goed, voordat ze dingen kan ik ze al buiten planten. En dan kunnen ze daar verder ontwikkelen. Dan heb ik grote kansen dat ze wel opkomen. Nou, dat doe ik hetzelfde
met de bruine. Dat worden dus de groene boontjes. Daar zijn de bonen iets groter van, zoals je ziet. Maar de vruchten op zich, de dingen, maar het is ongeveer hetzelfde. En het is gewoon een kwestie van. Ja, en ik leg er net zoveel neer als dat ik op mijn bord kan. En wat dan van kimchi heb, weet ik dan toch niet. Dus die aantallen is toch moeilijk te zeggen wat wel uitkomt, wat niet uitkomt. Over het algemeen gaan de bruine vaak wat beter als de witte bonen. En de witte bonen, daar zitten er dan wel vaak eens tussen die dus bruinzig beginnen te kijken en dus rood worden. En daar komen dan ook hun worteltjes aan. Dus die verwijder ik dan weer en dan leg ik gewoon een nieuwe lading neer. Zodat ik geleidelijk door het seizoen de boontjes kan oosten. En lekker op kan eten. Want ja, allemaal tegelijk kan je toch niet op. En ze zijn toch het lekkerste als ze vers zijn. En niet bewaard in een diepvries of iets dergelijks. Ik vind dat voldoende leer. Tot laatst zet ik deze voorzichtige kap op. Dat is een kap uit een pizzadoos, geloof ik, dat ooit eens was. Ik gebruik hem al jaren. Maar die past ook precies mooi bovenop het bord. Maar ik ga die zo worden weggezet. Door die kap erop te zetten, blijft de vochtigheid die nu in het papier zit, die blijft een beetje onder de kap zitten, zodat de boom al die heel vochtig is. En ja, je moet zorgen dus dat het papier in ieder geval wel vochtig blijft. Is het papier niet vochtig, spuit je er gewoon met spuitjes eventjes over op. Dus dat papier weer vochtig is, de bonen weer vochtig zijn. Maar je zult ze eerst zien, ze zwellen op. Daarna gaan ze een worteltje vormen. Ja goed, als ze wortel vormen, dan kun je ervan uitgaan dat ze willen kiemen. En dat ze dan ook op boven zullen komen. En vuil zullen brengen. Dus ik zet deze zo lang zo weg. En dan wachten we af welke er wel en niet willen kiemen. Nou, ik ben dus duidelijk mijn bonen vergeten deze week. Ze liggen al een week te kiemen. En die zijn dus al veel te ver, want ze hadden dus al in de grond moeten zitten. Ai ai. Ze zijn al behoorlijk gekiemd en behoorlijk opgeschoten. Dit wordt nog een hele klus. Je ziet zelfs dat ze kiemen met schimmel eraan. Er zitten beschimmelde exemplaren tussen. En dit zijn van die rotte exemplaren, die kiemen dus niet. Maar ik moet zeggen, het valt helemaal niet tegen wat er gekiemd is, want ik vind dat er best veel gekiemd is. Maar het wordt wel de hoogste tijd dat ze de grond in komen. Dus dat gaan we vandaag nou doen. Dus op naar buiten. Ik ga die hier in de rij zetten en op de bruine, en ik zet hier de witte en daar de bruine, maar dat maakt in principe niet veel uit. Ik hou ze wel een beetje gescheiden, zodat je niet door elkaar krijgt. Ik ga eerst een huil maken waar ze dus in komen te staan. Ik ga ze ook niet allemaal voeren hoor. En zo, hop. Daar kan ik mijn bonen inzetten. En dan ga ik eens kijken of ze nog überhaupt van krijgt. Want dat is natuurlijk dan de vraag. Of nou zoveel wortelmassa. Ja, helemaal goed gaat. Dus niet, een beetje af. Maar ik ga ze in ieder geval met de zaadkop nou heel erg boven erop zetten. En dan wordt het een beetje helpen, want ze zullen ook ingedroogd zijn. En dan zet ik ze zo dat het kopje net boven is. Ja, dan ga ik nou van de toekast krijgen. Die heeft natuurlijk al een heel eind door heen geworteld. Ja, dan neem ik de vijf bij elkaar. Normaal gesproken zet je ze dus als we maar een centimeter worteltje hebben. Dus dan heb je zo eentje.
die is van de net in het kiemen gegaan, om te vragen. Of die heeft weinig water gehad. Maar het is. Hij gaat daar eens verkeerd liggen. Dit witte hier, dat is het worteltje. Die bruin, die groenstige dingen die je nou door de witte schil in ziet, dat zijn de kiembladeren, worden dat zeg maar, de zaadlobben. Deze zet je dus onder de grond en die komt dus vanzelf met het hoedje boven. Dus die kun je gewoon in het kleufje zetten. Die andere die hebben dus teeltjes. Nou goed, die zijn dus eigenlijk al te ver. Dus die. Deze met dat ene kiempootje zeg maar. Die kun je dus gewoon in de grond stoppen. En die komt nog gewoon boven. Dat is geen probleem. Maar dat durven ze dus niet met degenen die al flinke wortel hebben. Of in ieder geval al flink omhoog zijn gekomen. Zoals deze. Moet eens kijken wat al een hele jaap het is. En ja, ik zal het een beetje dieper zetten. Deze. Zie wel hoe ze eruit komen. Dat weet ik ook niet. Zo ver heb ik ze nooit laten zien eigenlijk. Een beetje foutje. Hier heb ik er nog eentje die is klein. Of dat dan wat gaat door, weet ik het ook niet. Ik zal ze wat doen, dat ik daar vast te plukken. En zo ga ik ze dan. Doe ik ze dan aan de tekenen. En dan kan ik ze dadelijk aangieten met water. Dan hoop ik dat het gewoon netjes verder groeien. Dan krijg je weinig water. En dan ga ik daar achteruit doen. Dan hebben jullie het principe begrepen. En begin nog regelmatig water geven. Maar niet zeiknat, want ze houden dus niet. Kijk, nou trekt het mooi in, het is nog hartstikke droog, dus dat trekt er wel in, dat is geen probleem. Maar je moet het dus niet zo in plasjes laten staan, want dan gewoon niet tegen die rotten die staan. Die wel iets te droog als te nat. Dus daar moet je wel op letten. Tot de volgende keer!